Dus Mahapuja is een beetje een unieke situatie. Het is een viering die pas later is bekend geraakt. Er waren wel wat gebruiken in de voormoderne tijd, dus voor de, zeg maar, de 19e eeuw. Maar die gebruiken, dat was nog niet zo georganiseerd. Dat waren verschillende regionale gebruiken die rond dezelfde periode werden gehouden of gedaan. Deze viering is namelijk een viering die wel genoemd is, of een gebeurtenis die genoemd is in boeddhistische teksten. Het is namelijk een belangrijke dag. Wat is Maha-Poojah? Het is genoemd naar de maand Magha, de derde maanmaand. Ik heb daar afgelopen dinsdag een beetje over verteld. Dus in de maankalender is het eigenlijk hetzelfde als onze jaarkalender, maar het is gebaseerd op manen, zoals in het oude India gebruikelijk was. Dus een maanmaand is in feite een periode van zo'n, nou ja, iets korter dan onze maanden. Dus je hebt een periode van 14 dagen, 15 dagen, dus ongeveer 29 dagen. En dat we, dus meestal is dat, zijn er meer van die maanmaanden die in een jaar, in een van onze jaren passen. De derde maanmaand, Magha, is toen Magha-Puja plaatsvond. Het is een feestdag in Zuidoost-Azië en Sri Lanka, wat ik al vertelde. En mensen gaan naar de tempel en doen goed karma in die periode. In Thailand is het gebruikelijk om met lantaarns of kaarsen om het Boeddha-beeld heen te gaan. En ook dat is een beetje een gebruik dat is begonnen met de koningen van Thailand, die dat in royaal of in koninklijke tempels gingen doen. Om dus zeg maar Mahapuja te vieren. Maar wat is dan Mahapuja? Nou, Mahapuja is dus een van die vier vieringen die belangrijk zijn. Dus Vesak wordt overal ter wereld gevierd. Asalapuja is de dag van de leer, dus dat de Boeddha voor het eerst het boeddhisme onderwees. Het wordt in onze tempel wat minder gevierd, maar het geeft wel aandacht. Mahapuja is de dag van de gemeenschap. Het is de dag dat de Boeddha en alle belangrijke leerlingen van die tijd, discipelen zou je kunnen zeggen, bij elkaar kwamen. En daarmee wordt ook een beetje de eenheid van de gemeenschap gevierd. Katina is een dag van vrijgevigheid. Daar heb ik al eerder over verteld, een tijdje terug. En dat is meestal in de periode van oktober of november. En dat volgt ook wel de maankalender. Volgt ook de maankalender, maar is niet gefixt op één dag. Dat hangt af van elke tempel, welke dag je kiest. Wesak wordt overal ter wereld in boeddhistische landen gevierd en zelfs in één moslimland, namelijk Indonesië. Maar de andere vieringen verschillen per land. En in bepaalde landen, vooral in Oost-Azië, is er ook nog een wat men dan noemt het geestenfestival. En dat wordt in Thailand nauwelijks gevierd. En dat is een dag waarin dus, dat is in feite, komt die dag overeen met Katina. Maar dat is de dag dat de Oost-Aziaten, de Chinezen, de Japanners en zo, dat die hun voorouders eren. Nou, laten we eerst weer teruggaan naar Mahapuja. Wat gebeurde er op die dag? Nou, je had op een bepaald moment was het boeddhisme begon geleidelijk meer vorm te krijgen. De eerste gebouwen werden gegeven aan de Boeddha om een klooster te beginnen in die tijd. Het begon eens met een park waar nog niks stond. Er waren alleen maar bomen. En daar kon je dan overnachten in een ruimte die enigszins mooi was en vredig, maar er waren geen gebouwen. Later ontstonden er geleidelijk aan meer overdakkingen en zo. En er werden dingen steeds meer van, ja, gebouwen en andere dingen, belangrijke dingen werden gegeven aan het boeddhisme, aan de monniken. Geleidelijk aan ontstond er steeds meer een kloostercultuur. Maar in die periode dat dat dus allemaal aan het ontstaan was, en eigenlijk een beetje voorafgaand daaraan, was het nodig dat de Boeddha uitlegde aan zijn naaste leerlingen, voordat ze gingen onderwijzen over zijn leer, wat nu eigenlijk de belangrijke principes zijn van die leer. Niet zozeer de inhoudelijke principes, maar meer de methode van als je het boeddhisme onderwijst,
Vergeet dan niet dit en dit en dit. Het is eigenlijk didactiek. En deze 1250, zoals het traditionele aantal zegt, leerlingen die kwamen zonder afspraak bij elkaar. Of zoals onze abt in Thailand wel grapt, ze hadden geen mobiele telefoon. En het was een beetje een afspraak van dat iedereen wist, dit is het juiste moment om bij elkaar te komen. Het juiste moment is er. En het was eigenlijk ook het meditatief inzicht dan dat al die monniken hadden in die tijd. Er waren toen nog geen nonnen. De nonnenorde ontstond een stukje later. Een beetje aan het einde van het leven van de Boeddha, of ongeveer in het midden van het leven van de Boeddha. Daar zijn de wetenschappers het niet helemaal over eens. Al deze discipelen waren verlicht en zeer ontwikkeld en door de Boeddha zelf gewijd. En dit was dus ook een beetje, zeg maar, zijn echte kern van zijn team, de kern van de mensen die uiteindelijk het boeddhisme vorm moesten geven. Of zoals ze in de traditie zeggen, het wiel van de leer doen draaien. En nu zou je misschien zeggen, wat heeft dat allemaal met de huidige tijd te maken? Nou, die principes die de Boeddha onderwees, die waren best wel relevant nog steeds. En dat is best wel een goede gedachtegang, goede manier om te kijken naar religie in het algemeen of levensbeschouwing en hoe je omgaat met elkaar in een diverse maatschappij. Hier staan ze. Eerst zal ik het even lezen en dan ga ik er nog kort over vertellen. Dit zijn drie versen die staan in de Dhammapada, een boeddhistisch boek met korte aforismen en korte spreekwoorden, korte en bondige gevleugelde woorden van de Boeddha. En deze drie versen gaan als volgt. Niet iedereen kan het lezen op een klein scherm, dus ik zal het even lezen. In het geheel geen kwaad te doen, het heilzame op zich te nemen, het reinigen van de eigen geest. Dat is de leer van de Boeddha's. Dus de Boeddha spreekt van deze zaken alsof het de leer is van heel veel Boeddha's, niet alleen hij. Dus eigenlijk alle ontwaakten die zullen deze dingen onderwijzen. Dus er zijn drie dingen die hij noemt, maar ik kom er zo op terug. En dan zegt hij, langmoedigheid, duldzaamheid, met andere woorden tolerantie, is de hoogste ascese. Het is de hoogste oefening. Het hoogste is nirvana, zeggen de Boeddha's. Want niet heeft de wereld verzaakt wie een ander geweld aandoet. Om het even gewoon te zeggen, wie een ander geweld aandoet, die is nog niet echt een monnik. Nog is een asceet wie anderen kwelt. Dat is gewoon hetzelfde, maar dan in andere woorden gezegd. Niet beledigen, niet kwetsen. Beheersing volgens de regels van de monniken, die noemen we de Patimokkha. Matig te zijn in je voedsel. Leven op een afgelegen plek. Dus niet midden in de maatschappij leven, maar een beetje buiten de stad, zoals we hier in het klooster leven. Toewijding aan hogere geestestoestanden. Dat is de leer van de Boeddha's. Nou, dat is een beetje misschien een raadselachtige taal voor sommigen, of misschien voor iedereen. Maar ik zal even het nalopen en dan weet je misschien, ja, misschien kun je er iets mee. Het zijn ook wel relevante dingen voor ons dagelijks leven, hè? Het is niet alleen maar een theorie. En dan ja, zeg misschien, als je morgen meedoet met de online uitzending, zal ik zo nog korte tijden van doorgeven, dan kun je dus daarmee ook meer mee uit de voeten. Maar ik zal ook door een simultaan vertaling en ook wat uitleg erbij geven. En dan kun je dat volgen. Dus dit is het doel. Eigenlijk is het eerste of het tweede vers wat ik zojuist noemde. Hè? Dus dat is het vers wat hier staat, 184. Ja. Dat is eigenlijk het doel van het boeddhisme. Dus het doel is nirvana. En de manier waarop je er komt is door tolerantie. Maar dat doel rechtvaardigt niet alle middelen. Dus daarom zegt de Boeddha er meteen achteraan: je bent geen echte monnik als je nog een ander geweld aandoet. Dus als je zegt tegen de ander: je kunt alleen monnik, als je niet boeddhist wordt, dan gebeurt er dit met je, of dat gebeurt dat met je. Dan roep ik de koning erbij en die steekt een speer door je heen. Nou ja, dat is dus niet hoe het werkt.
Nou, dan zul je zeggen van nou, dat spreekt vanzelf, maar dat heeft in heel veel periodes van de mensheid helaas niet vanzelf gesproken. Nou, tolerantie, daar heb ik al veel over gezegd, ga ik nu even aan voorbij. Dan hebben we de principes. Dat was het eerste vers, zoals je je nog kunt herinneren misschien. In het geheel geen kwaad te doen. Het geheel geen kwaad te doen is een ethisch leven leiden, is dat eigenlijk. Het heilzame op zich te nemen wil zeggen te mediteren en goede kwaliteiten van hart en geest te ontwikkelen. En het reinigen van de eigen geest. Dat wil zeggen inzicht te bereiken, je meditatie en een wijze mens te worden door studie. Dat is de leer van de Boeddha's. En studie wil je zeggen, studie van goede principes voor een wijs en mooi leven. Hè? Niet de studie van algebra of zo. Maar dat is het idee. Nou, dan eindigt het met deze zes principes of zes oefeningen. Niet beledigen, niet kwetsen, dus weer die nadruk op geweldloosheid. Beheersing volgens de regels van de monniken. Dus dat is dan wat je ja, als monnik is dat het eenvoudige leven, maar ook ja, een goede, mooie manier leven. En voor de meeste ja, mensen is dat natuurlijk, komt dat weer neer op een ethische manier van leven, de dingen die je zegt, doet en denkt. Maar te zijn in je voedsel, dat is voor monniken belangrijk, omdat je afhankelijk bent van de mensen. En als je niet met mate eet, dan krijg je dat mensen misschien wel heel veel dingen moeten aan je geven. Zo. Met andere woorden, moet je ook niet kieskeurig zijn over ik wil alleen maar soja eten of ik wil alleen maar vlees eten of zoiets. Nou, dat moet je dan niet doen. Maar dat is meer het typisch deel van het monnikenleven. Dan leven op een afgelegen plek. Dat wil zeggen, dus wat ik al zei, hè, dat je een beetje teruggetrokken leeft, maar ook niet uit de samenleving. Dus in het boeddhisme zeg je gewoonlijk, je woont aan de rand van de stad. Dus maar in een romantische kijk op het boeddhisme tegenwoordig in Thailand en in andere landen, ze willen de mensen graag dat de monniken in het bos leven of heel ver van de stad. Maar dat was niet de filosofie in het oude boeddhisme. Daar was het eigenlijk meer dat je van de mensen afleeft, niet te ver, niet te dicht bij de mensen, maar ook niet te ver af. En dan toewijding aan hogere geestestoestanden is meditatie. Dat is de leer van de Boeddha's. Dus dat is eigenlijk het hele idee van Magga Puja. En ja, nou ja, misschien kun je er iets mee. Het zijn een beetje de principes, doe en dan de beoefening van het boeddhisme. En ja, het is heel abstract, maar het zijn wel goede principes om aan te geven vanaf het begin, want dat was eigenlijk het begin van het boeddhisme. Het moet geweldloos gebeuren en vergeet niet altijd je eigen oefening eerst. Ja, je begint eerst jezelf te oefenen en in die dingen die in de woorden van de Boeddha, waarin je zelf bent gevestigd, die kun je uitdragen aan anderen. Goed. Dus dat is eigenlijk het idee van Magga Puja. Het is een dag van eenheid en ook een dag dat al die mooie, bijzondere leerlingen bij elkaar kwamen en met de Boeddha spraken over hoe ze vrede in de wereld konden brengen. Daarom is het thema in onze tempel in Thailand is ook een beetje vrede en het aansteken van het licht van de vrede. Dus dat hebben we er een beetje als thema bij omheen bedacht. Eigenlijk zit dat al in dat idee van Magga Puja.